Een van mijn favoriete YouTubers is trouwens Felix, een fan van. En die opent zijn video's altijd op zo, deze manier. Komt-ie. Hallo Maloten, goed is kijken. Hallo Maloten. En dan bedacht ik me om ook zo'n opening te doen. Dus hallo Sepsporters. Nee, dat is natuurlijk hetzelfde, dat kan natuurlijk niet. Hey Sepsporters. Dat is een beetje hoger misschien, dat ziet niet, want hoort niemand. Hey mensen. Hey mensen. Die laag. Hey mensen. Hey mensen! Hey kids! Hey Sepsporters! Hey Sepsporters! Hey! Hey jongen! Hoe is het? Goed! Ja, jij komt voor? Joran! Ja, Joran! Joran zit binnen, heb ik voor jou geregeld. Echt? Dus kom, ja, ga maar naar binnen. Oh, als jij nou een leuke tekst weet voor Sep eSport, laat het even weten in de onderstaande reacties. Want wat is je probleem precies? Nou, weet je wat, praten we daar wel even over. Joran! Ja! Hey, goeiedag! Kijk eens, ik heb Biken bij me. Hallo! Goeiedag! Hoe is het? Ga lekker zitten, ga lekker zitten, ga lekker zitten, ga lekker zitten, zitten. Yes. Ja. We zijn hier voor Brawl Star. Ja. Jij hebt daar een probleem mee, toch? Ja. Nou, vertel even wat je probleem is. Als ik endgame ben, dan raak ik steeds in de stress en zo. En dan weet ik niet echt wat ik moet doen. Dan word ik tweede of dan word ik derde. Ja. Ja, ik snap je probleem en ik ga proberen jou daarbij te helpen. Ik denk dat ik wel wat tips en tricks heb. Waardoor je misschien wat vaker gaat winnen. Okay. En wat is endgame? Dat is aan het einde van het spel. Aan het einde van de game, ja. Ja, endgame. Oh ja. Dus eigenlijk voor de game mode showdown. Gewoon alles in showdown. Dan, op het eind dan gaat het niet goed. Ja. Nou, ik denk dat ik wel wat goede tips heb om je te helpen. Ik doe alsof ik thuis ben. Ik doe mijn jas, doe jij dat ook gewoon. Ik heb hem al mooi uit. Ja, ja, het is heerlijk. Het is heerlijk hier. Je woont leuk. Nou, laten we gaan spelen dan. Ja, wij gaan spectaten. En dan gaan we even kijken. En spectaten is kijken. Ja, dat is kijken. Ja, jongens. Bloemenloten. Nou, dan gaan we even lekker mooi meekijken. Je loopt meteen naar het midden. Ja. Dat is wel levensgevaarlijk met Rico. Het is te doen. Ik zie dat er ook een Jackie rondloopt, dus ik zou als nee, dat ga ik rennen. Ja, ik zou als ik jou wat wel eruit ga. Ja. Daar is een Jackie. Ja, zie je? Ja, dat is wel trouwens het nadeel. Die loopt 5 seconden voor ongeveer. Dus wat ik hier zie, is 5 seconden geleden gebeurd. Ging snel. Ja, ben je dood? Ging heel snel. Oh, dan zag dat ik. Ik zag Brock inderdaad. Die had 5 krachtpunten. Die had hem wel bijna, maar net niet. Misschien net iets te aanvallen, want met Rico moet je eigenlijk in de buitencirkel blijven in deze map. Ja. Omdat je daar natuurlijk voor afstand bent en voor dichtbij ben je heel kwetsbaar. Maar dit is inderdaad jammer. Maar we kunnen nog een potje spelen en dat ben je aan het eind ja, zit. Ja, ik ben dood. Oh, ik dacht wel zeker naar het kijken. Ja, dat gaat snel. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat je weet dat wij kijken nu. Dat is ook best wel stressvol. Ja. En het is toch ook zo, Biken, dat je... kijk, die anderen, die maken zichzelf toch ook wel af. Ik bedoel, laat ze elkaar lekker uitroeien. Ja. Ja. En op een gegeven moment zeg je, hallo, ik ben er nog. Ja, maar het is ook meer dat je zelf dan krachtpunten wilt krijgen. En dat je dan sterker wilt worden. Maar als je twee ziet vechten en je gaat er naartoe, dan is de kans heel groot dat die tweede je alsnog dood maakt. Stel, je maakt je ene dood. Dan heb je waarschijnlijk al wat minder HP, omdat je die hebt doodgemaakt. Precies. En je ammo is weg, omdat je 3 shots hebt gebruikt. Dus je kan beter eventjes wachten tot ze zelf heel erg low zijn. Omdat eentje van hun dood is en dan tevoorschijn komen. Ja. Goeie maar, tactiek. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Oké. Okay. Heb je al een krachtpunt te pakken of dan nog niet? Nog niet. Oh, dat is wel jammer. Dat is natuurlijk wel iets wat je wil hebben. Ja, ik kan eigenlijk, dat is het nadeel. Ik moet op anderhalf meter kijken, maar ik wil eigenlijk op jouw telefoon kijken. Maar het gaat tot nu toe wel goed. Oh, nice. Dan heb je toch nog wat krachtpunten. En als ik jou was, zou ik nu gewoon een beetje lekker aan de buitenkant blijven. Misschien dat je toevallig ergens nog een kill kan maken of dat anderen aan het vechten zijn. En dat je dan ertussen kan komen, zoiets. Maar niet naar het midden, want dat is echt heel gevaarlijk. Wat je kan doen is daar in de bosjes blijven wachten. En dan als iemand die bosjes gaat openen, dat je dan tevoorschijn gaat komen. Ja, maar ik zie daar wel een Jackie lopen, dus ik vind het wel een beetje... Oh ja, dat is inderdaad wel gevaarlijk. En je zit daar nu wel veilig, want je bent nu afgesloten. Zo goed als. Kijk, niet helemaal. Ik denk dat die Jackie zo meteen gaat. En je zit nu solo showdown, toch? Ga je winnen? Oh, jammer. One hit gewoon. Ja, ik had hem echt bijna. Je had hem inderdaad bijna. Voor de volgende keer iets meer op afstand blijven, want je ging er echt niet naartoe. Maar dan kunnen we even duo proberen, kijken of het dan beter ging. Ik ga wel Rico en dan kan jij een andere. Welke vind je chill spelen? Bibi is wat chill, man. Ja, ik denk niet dat Bibi een hele goede knokker is voor deze map. Zullen we meneer P? Ik vind meneer P echt wel een hele chille knokker. Vind jij meneer P ook chill? Of, ik vind hem ook wel chill
vooral als hij bijvoorbeeld die starpo hebt, dat hij dan maakt ik zout of dat hij tegen een buurtje aankomt. Oh ja. Maar we kunnen even kijken. En nu is het wel de zaak om lekker op afstand te blijven. En op het eind dan proberen dan toch nog die kills te maken. Maar sowieso niet in het midden komen. Dat is iets wat we niet moeten hebben. Volgens mij zijn hier onderkistjes. Oeh, lekker. Oeh, bingo. Dat is wel 3 kruispunten. Dat is inderdaad fijn. Gewoon even een beetje hier bosjes checken. Kijken of er niemand zit toevallig. Zie dat hier een team zit. Kunnen we misschien een beetje gaan pushen. Want hun zijn allebei voor dichtbij. Dus in principe, als wij op afstand blijven, kunnen hun helemaal niks. En als we die een beetje blijven pushen, dan kunnen we zorgen dat ze naar andere teams worden gepusht. En dan hebben hun een probleem, zeg maar. Maar wat vind jij eigenlijk de slechtste knokker van de game? Nou, ik weet niet. Ik vind Tick heel lastig spelen, maar hij is niet heel slecht. Eigenlijk, er is geen één echt slechte knokker, vind ik. Ja, oké. Eigenlijk, elke knokker heeft wel iets goeds. Maar ja, de ene knokker speelt in de andere map beter dan een andere weer, zeg maar. Voor die Rosa moet je wel heel erg uitkijken, want die is nog steeds heel erg gevaarlijk. Maar nu kan je hem wel hebben. Ja, dan push ik hem van deze kant. Lekker dat gedaan. Dat is ook een super. Ja, dat is ook chill. Je kan je super, moet je wel... Kan je hier zo'n bosje neerzetten? Of? Doe maar wel een beetje in het midden. Oh, even uitkijken. Zet je super maar nu neer, ja. Oh, die super van Shelly. Ja, oké, maar we hebben hem. We overleven net. Ja, mooi. Ja, volgende keer een tip is, je super iets verder van het gif neerzetten, want nu is hij zo meteen weg. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar nu is het eigenlijk zaak om te proberen boven voor ons te houden en iedereen een beetje naar onder te pushen. Zodat iedereen met elkaar gaat vechten en dat wij gewoon super voor Shelly op het eind tevoorschijn kunnen komen. Ik zit hier echt in het hoekje nu. Oké. Okay. Ik zal je een beetje proberen te helpen. Ja, ik ben net dood. Oh, moet hij nu uitkijken voor Rosa. Maar dit kan nog steeds goed komen natuurlijk. Ik zal gewoon dat ik die anderen een beetje met elkaar laat vechten. En dan kom ik zo meteen tevoorschijn. Ga jij op Rosa? Ja. Oké, nice. Net weer die teammate. Ja, alweer gewoon. Ik zal even mijn special neerzetten en dan kunnen we deze wel hebben. Probeer maar. Ja, special was goed. Lekker man. Lekker. Luchtbox. Yes. Nice. Hier zijn nu, precies. Ja, heel goed. We zijn nu eerste geworden. Dus dit gaat al iets beter. Ja. Maar dat komt ook omdat je hem erg geholpen hebt, denk ik. Ja, ik heb hem wel redelijk geholpen, maar je deed het zelf ook goed. Ja. En het belangrijkste is gewoon lekker voorzichtig spelen en veel krachtpunten verzamelen. Gewoon lekker de andere teams met elkaar laten vechten. Wat gaan we doen? Nou, ik denk dat het wel leuk is om tussendoor eventjes een potje knokbal te doen. Ja. Of wat anders. Ja. Knokbal? Ja, dan kunnen we met z'n drieën doen. Okay. Dan mag jij lekker meedoen. Ik doe het mee. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben Jesse, zie ik. Ja, jij bent Jesse, ik ben Tara met Frank. In principe is dat best wel een goed trio. Ja, en de bedoeling is om de bal in de tegenpartij te krijgen. Ja, dus die bal die moet naar boven. Oh. Dat is eigenlijk. Ik moet lopen toch gewoon? Ja. Oké, nou dat is jammer, je bent nu dood. Ik? Ja, je bent dood helaas. Jessica is dood? Ja, dat is jammer. Oh, wat jammer nu. Oh. Jammer. Oké, nou. Hebben we verloren? Nog niet. Ja, maar ik ben er weer, hè? Ja. Wat handig is om gewoon op dat schietknopje te drukken. En dan zie je maar wat er gebeurt. Oh. En dan kan je altijd nog proberen dan misschien iets te proberen. Eigenlijk spelen we met z'n tweeën. Nee. Oh, wacht, daar is die bal. Wacht, ik ga terug. Ga terug. Okay. Loop eens, mens. Heb je die bal maar weggeschoten? Ja, prima. Dat is inderdaad het beste wat je kon doen. Ik ben weg, geloof ik. Ja, we zijn allemaal dood. Nee. Ja, je bent weer levend. Oh ja. Je bent er weer. Ja, dat ben ik weer. Ja. Oké, ik zal hier even mijn special neerzetten. Oh, dat is jammer. Ja, nu hebben we wel verloren. Ja, ik druk me dit wezenloos, maar ik weet niet, dat hij loopt niet, ze loopt niet. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Ja, eigenlijk links is lopen, rechts is schieten. Maar moet ik op dat poppetje drukken en dan, of? Nee. Je hebt knopjes links en rechts onder. Waarmee die heb ik helemaal niet gezien. Oh, echt niet? Je liep ook niet heel veel moeite. Nee, dat dacht ik al. Oké, nog één keertje proberen. Ja, toch maar één keer proberen dan, toch? Ja. Daar gaan al mijn trofeeën, maar ja. Ja, je ziet links en rechtsonder zie je twee ronde knopjes. Oh, wacht even. Kijk, als het goed is krijg je die nu te zien. Ja, oh, die? Daarmee kan je lopen en schieten. Oh, nou zie ik het. Ja, oh. Kijk eens. Nee, geen punt hoor. Ik heb de bal, hè, trouwens. Ja. Lekker, schiet maar naar voren. Oh, jammer. Oh, je moet die bal wegschieten. Als Ron scoort, dan... Ja, dan is dat wel een wondertje, zeg maar. Maar even, ik ben het poppetje... Oh, hier. Ja. En dan net het schiet. Oh, lekker! Je hebt gewoon een kill gemaakt! Ja, natuurlijk zeg. Oké, dan gaan we weer. Dat is het verkeerde bol. Even die bal naar voren schieten.
Ja, prima, prima. Lekker. Ik hoor je niet, ja zeker. Ben ik weer dood? Ja, geloof wel. Hè? Nee, je bent wel dood, maar jij hebt wel weer een kill gemaakt. Precies. Dat heeft in ieder geval goed geholpen. Ja. Nu moeten we heel erg uitkijken. Ik moet een special neerzetten. Oeh, oké, nice. Dit wordt hem, dit wordt een goal. Nee, hè? Nee, toch niet. Ja, maar jongens, ik kom er aan hoor. Ik moest even weer. Ja, daar ben ik weer. Oké, maar misschien dat we nu iets gaan doen. Don't worry, ik ben er hoor. Oké, come on. Ik zal even mijn special neerzetten. Oké. Nou, we zetten nu mooi druk. Oh, mooi, je hebt je special neergezet. Nou, Ron scoort. Ja. Oh, jammer. Niet? Nog niet. Maar misschien nu. Ik zal die bal even voorpassen. Ja! Ja, heel goed, Beckham. Lekker, zeg. Oké, nog 23 seconden volhouden en dan hebben we echt gewonnen. Ja, nee, natuurlijk. Oké, dit gaat nog goed. Ben ik dood? Ja, ben ik even dood. Maar kom eraan, nog mensen. Ik kom eraan. Oké, mooi. Dus even de bal wegschieten. Hebben we wel gewonnen. Weg die bal. Goed. Mooi. We hebben gewoon een potje knokbal gewonnen. Ja, maar natuurlijk, zeg. Het gevecht is afgelopen. Ja. Ja. Kijk hem eens even juichen. Ja. Toch eventjes gedaan, hè? Toch even lekker. Ja, wel mooi. Nu hebben we dit gedaan. Nu maar even weer die solo. Kijken of je het nog in de vingers hebt. Ja. Ja, dat vind ik een goed idee. Moet ik het dan weer met meneer P proberen? Of, Ja, ik denk voor solo is misschien Rico wel net iets beter. Of Colt is ook prima. Welke knokken jij fijnst vindt spelen. En dan kijken of je nu wel die victory kan halen. Ja. En het slimste is dus om gewoon lekker safe te spelen. Ja. Dat is het belangrijkste. Helemaal met Colt, want in het midden moet je niet komen. Dan ben je meteen dood, waarschijnlijk. Ja. Volgens mij zit er verder ook nog niet... zit die bull offline? En die M's? Oh, die Jackie. Oh, nee. Oh, net niet. Oeh, gelukkig. Maar dat scheelt weer. Oh. Ja, ik zie niet zo goed wat er gebeurt. Maar heb je die Jackie? Net of niet. Oh, jammer. Maar die bol heb je wel te pakken. Ja, die had ik, ja. Ja, mooi. Je kan ook gewoon lekker laten lopen en gewoon je eigen gang blijven gaan. Want je hebt soms wel eens, als je de hele tijd achter iemand aangaat, dat iemand van achteren komt en dan zit je ertussenin en dan heb je een heel groot probleem. Ja. Dat moet je ook niet hebben. En in het midden zit een Brock. Ik weet niet of je die al hebt gezien. Ja, ik zie hem daar al vliegen. Oh ja. Ja. Maar je bent mooi sterk, dus in principe zou je dit wel, als je dit goed speelt, kunnen winnen. Die Brock heb ik. Lekker, goed gespeeld. Ik zou wel in het midden uitkijken, want er loopt dus nog ergens een Jackie rond. En op het moment dat hij vlakbij is, dan heb je wel een heel groot probleem. Hallo, Meloten. En op het moment dat die Jackie en die Pam met elkaar hebben gevochten, dan moet jij tevoorschijn komen eigenlijk. Dus ik zou als ik jou was... Ik heb hem al. Oh, je hebt hem al. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Ik heb niks gezegd. En nu gewoon lekker op afstand blijven van die Jackie en dan gewoon afstand delen. Er zijn twee Jackies nu voor. Ja, dat is ideaal. En dan kan jij gewoon lekker als derde tevoorschijn komen en hem killen. Yes. Lekker man! Goed hoor. Weer nog yes. Nice. Nou, dat ging wel lekker toch? Ja. Heb je nog meer vragen of tips wat je nodig hebt waar je van denkt, nou, dat is handig om te weten? Nou, het ging best wel goed, dus ik denk dat mijn probleem is opgelost. Ja? Ja. Mooi. Nou, hartstikke mooi. Dat is mooi om te horen. Ja. Nou, vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje. En, ja, als je nog meer vragen hebt over Brawl Stars, laat het even weten in de reacties. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed.